Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. Ik dacht van deze video te doen omdat ik merk dat er weer heel veel gaande is. En dat ik zelf ook heel veel, ik zou niet zeggen last heb van een ascensieverschijnsel, maar dat ik het gewoon ook opmerk dat mijn lichaam heel veel moeite moet doen om ermee om te gaan. Omdat we weer nieuwe energieën aan het integreren zijn. Dus daarom dacht ik van, laten we eens een reading doen en een boodschap channelen voor het collectief. Je ziet ook, we zijn echt bezig met die stukken karma aan het op te lossen, aan het healen. Zowel voor onszelf en voor onze tweeling, maar ook voor onze voorouderlijke lijnen. En dat merk ik zelf ook heel hard nu op dit moment in mijn eigen connectie. In mijn eigen leven, mijn eigen spirituele ontwikkeling. Als ik het zo kan noemen, of mijn eigen reading. Dus laten we eens zien, wat is er op dit moment gaande? Wat is het dat we mogen weten? Het zijn hele grote kaarten. Ik heb net ook een reading opgenomen voor de verborgen, voor de leden van de verborgen readingen. En ook daar kwam weer een hele diepe mooie boodschap aan bod die ons verder helpt in het ascensieproces. Dus als je dat wenst, dan kan je ook daar deel van uitmaken. En dan ontvang je ook de verborgen readingen in je mailbox. Dan hebben we Hanged Man, omgekeerd The Great Wheel en... Ik ben aan het kijken hoe dat ik moet leggen. Voilà. En de Adept of Challenges. De Adept in dit deck is eigenlijk de leerling. En we zien aan de onderkant de maan. Dus datgene die nu gebeurd is eigenlijk een stukje onder invloed van de volle maan van volgende week. Volgende week woensdag. En onderliggend hebben we Starseed. Waarom? Omdat we eigenlijk meer en meer onze identiteit, onze ware identiteit, mogen gaan omarmen, integreren. En van daaruit, vandaar ook de lotusbloem, die transformatie vanuit het hoger bewustzijn. Dus van daaruit ook de stukken mogen gaan, ons leven eigenlijk mogen gaan neerzetten. Maar dat vraagt natuurlijk dat we heel wat dingen anders gaan doen. En daarom kreeg ik ook het wiel. Ik noem dat vaak het wiel van fortuin, maar eigenlijk is dat niet het wiel van fortuin. Maar je ziet wel hoe dat eigenlijk de verschillende elementen samenwerken. Je ziet ook de slang. En je ziet ook de verschillende kleuren. Wat mij doet herinneren, of wat ze in mijn oor fluisteren, is eigenlijk ook een symbool van de universele vlam. Dus als je daar nog niet niks over weet, kijk eerst naar de serie die hier gratis beschikbaar staat op YouTube. Wil je daar echt leren mee werken, dan is het programma Universele Vlammen jouw way to go. Maar dus, je ziet, alles is in alles. En alle elementen zijn met elkaar verbonden. Ik zeg van, ja, maar waarom zijn er drie elementen? Omdat 3, 7 en 12 zijn de cijfers van manifestatie. En dus dat zijn de dingen die we moeten gaan leren. Waarin dat we alle elementen, wat ik ondertussen ook al meermaals gezegd heb, als je daar meer over weet, dan is het programma manifesteren met alle elementen superbelangrijk om te gaan volgen en te leren. Omdat je daarin ook leert en ziet dat manifestatie gaat niet over de wet van aantrekking. De wet van aantrekking is misschien 10% van waar dat manifestatie helemaal over gaat. Ten slotte is er in alles maar één waarheid. Dus er is maar één wet, universele wet. Er is maar één belangrijke universele vlam. Er is maar één identiteit, één wezen, één essentie van leven die belangrijk is. En al de rest die daaruit voortkomt, zijn verschillende specificaties, verschillende trillingen, verschillende frequenties, die hier zijn om contrast te creëren, om dualiteit te creëren, zodanig dat het ene zich meer kan gaan ervaren. Dat het ene meer kan leren over zichzelf en over het leven. En dat zijn de dingen, en daarom krijgen we ook die guidance, ik zeg guidance omdat het eronder lag, de maan, omdat dit gaat over, je ziet ook hier dat water, hier heb je ook dat water. Het water kan niet in een glas gehouden worden, water moet vrijelijk stromen. En dus door naar binnen te gaan, door
aan de slag te gaan met je onderbewustzijn en onderbewuste. En je te laten leiden door iets dat groter is dan jezelf. Dus het ene, waar dat van jou, ook jouw team en de engelen en Ascended Masters en wat dan ook allemaal een onderdeel uit zijn. Hoe krachtiger en hoe meer wijsheid dat je zal verkrijgen. Wat is hetgeen dat we nu als schaduw tegenaan lopen of rond werken? Oké. Dan hebben we energie, flow en omgekeerd de emperor met order, logisch, stabiliteit en plannen. Ja. Dus hetgeen we dan nu... flow en energie is de essentie van de vrouwelijke, even geheel de vrouwelijke energie. En de emperor verwijst naar een geheel de mannelijke energie. Maar die ligt omgekeerd. Waarom? Omdat nog te weinig mensen eigenlijk al geleerd hebben om vanuit hun geheelde mannelijke energie het leven vorm te geven. En dan daarom wordt er ook gevraagd aan ons om dingen anders te gaan bekijken. Om dingen op een andere manier te gaan doen. Om te leren, om angsten los te laten en om te leren echt in die flow mee te gaan. Om vast te houden aan de visies en de ideeën dat we kunnen zien met ons innerlijke oog. Dat we voelen in ons hart. Maar die nog niet tastbaar en nog niet zichtbaar zijn in de 3D-wereld. Maar ze zijn er wel, ze zijn er energie. En het feit dat je dat kan ervaren, dat je het ziet, is gewoon al voldoende om te weten dat het ook gaat slagen. Dat het zich ook zal manifesteren. Oké, maar wat maakt dat we daar dus niet aan slagen? En dat kan gaan over je bedrijf, dat kan gaan over een relatie, dat kan gaan over je tweelingblauwconnectie. Dus pas het toe voor wat dat voor jou nu belangrijk is. Dan krijgen we de 8 van munten. Ja, dus we zijn nog te veel gefocust op het fysieke. We zijn nog te veel gefocust op hetgeen dat tastbaar is. Op die bewijzen, op het logische. Waardoor dat we eigenlijk alles wat ons vervulling brengt in de wind slaan en liever verliezen. Omdat we gewoon we willen die emperor zijn, hoe dat ook wilt. Alleen zijn we vergeten hoe dat eigenlijk, alle elementen, hoe dat het werkt. Wat dat maakt dat we natuurlijk heel veel zorgen hebben en heel veel in ons hoofd zitten om allerlei dingen en plannetjes te gaan bedenken om er maar uit te slagen. En dat creëert stagnatie. Het is het moment dat je die stagnatie loslaat, dat je diep gaat kunnen voelen van oké, maar wat is nu die me diep vervult? En dat gaat ervoor zorgen dat het wiel gaat gaan draaien. Wat dat dan uiteindelijk jouw wensvervulling dieper gaat brengen. Wauw. Wat is het dat we nog meer mogen delen? Als je snapt wat ik nu al heb gezegd, dan zit je zeker op de goede weg. Snap je het niet? Dan luister nog eens opnieuw. Laat het eventjes bezinken. Vraag hulp aan je team om datgene dat je nu moet weten, nu moet horen, dat je dat hoort. En luister dan over een aantal dagen nog eens terug. Want je zal zien, je kan nu de dingen nog niet horen. Als je er niet klaar voor bent, dan gaat het lijken alsof ik dat de eerste keer niet gezegd heb. Dus... forceer het niet, maar vertrouw op het pad. En wat zien we? Tender Embrace, Birds of a Feather, The Rose's Kiss en ondersteboven It is what it is. Ja, want dat is ons grootste probleem. We willen het veel te veel zelf de weg gaan controleren. We willen weten op voorhand waar gaat die weg heen. Is de hobbelen weg? Is er veel aarde? Is er veel zand? In plaats van gewoon het risico te nemen en te gaan. En terwijl dat we wel allemaal heel graag die liefde willen, we willen wel heel graag een overvloedig leven, we willen dat alles stroomt en dat alles vlot gaat en dat alles piece of cake is, maar daarvoor is die tender embrace, dus de balans tussen die mannelijke en die vrouwelijke energie, nodig. 22, ook weer een tweelingvlamteken. Maar... wanneer je niet samen bent met je tweelingvlam, of er is geen communicatie, dan is het belangrijk om je te omgeven met mensen die weten waar je doorheen gaat. Met mensen die ook wakker zijn. Met mensen die verder werken dan zichzelf. Met mensen waarover je over kan spreken. Met mensen waar je gewoon jezelf kan zijn.
En dan bedoel ik ook op de slechte momenten. Dat ze er niet alleen zijn als het goed gaat met jou en als je succes te vieren hebt, maar die ook met jou mee door de modder stappen en jou er doorheen sleuren. Al is het door te luisteren, al is het door gewoon liefde te zijn, al is het door gewoon te zijn. Hè? Het is niet aan de ander om jouw obstakels en jouw wonden te helen, maar het weten dat de ander er is en weten dat de ander er altijd is voor een knuffel of een luisterend oor of een bemoedigend berichtje. Of gewoon het feit dat je weet dat die persoon jou ziet en jou aanvaardt voor wie jij bent. Dus die onvoorwaardelijkheid en die liefde, dat is op zich superhelend. En dat is hetgeen wat we allemaal te leren hebben wanneer op dat pad lopen van bewustwording. Omdat we allemaal leren over wat is dat dan eigenlijk onvoorwaardelijke liefde. Wat is dat dan als we willen terugkeren naar onze blauwdruk? Wel, je blauwdruk is die van liefde. Die is er van eenheid. Dat is hetgeen waar je naartoe gaat. En alles die niet uitgeleend heeft en niet de energie heeft van die frequentie, van de frequentie van onvoorwaardelijke liefde en eenheid, die moet verdwijnen. En dan hebben we de zonne-energie met Yes Energy, Power, Climax, Fulfilled, Pride, Radiant, Success, Vigor, Divine Masculine, Daytime, Victory, Happy and Warm. Wat is het dat we nog mogen weten? Cross, Destiny, Spirituality, Divine Guidance, Trials, Sorrow, Emotional Loss, Necessity, Conviction, Duty, Crisis and Fate. En heeft nog een paar andere trekken, zodanig dat we dan het verhaal kunnen compleet maken. We hebben 21 met Iceland, Foreign Affairs, Solo, Isolation, Standoffish, Separation, Estranged, Lonely, Independent, Refuge and Protected. We hebben dan de Loons met Deeply Committed, Uncommon Bonds, Family, Manifest Deepest Desire, All In for What You Love, Reawaken Lost Hopes. En de moves met imposing, powerful, independent, time alone, attitude is everything, calm, cool and collected, confident and solidarity. Wat ik hier ook zie, is dat we eigenlijk een stukje meer, wat we het in het begin vooral hadden over de mannelijke en de vrouwelijke energie in jezelf, gaat dit eigenlijk een stuk eerder over de connectie die je hebt met een andere energie. In die zin, dat belangrijk is dat je begrijpt dat wanneer dat er zielsconnecties op je pad komen, dat het ook altijd verbonden is met jouw eigen zielsgroei. Dus daarom is hetgeen wat we daarnet besproken hebben, superbelangrijk om te weten. Want als jij met een divine masculine hebt, of een divine feminine hebt in jouw leven, en je wilt daarmee samenkomen, of je wilt daar een fysieke relatie mee vormgeven, dan moet je weten dat het ook iets is die voorbestemd is om succesvol te zijn. Vandaar krijgen we ook die ja. Maar daarmee komen ook heel veel stukken naar boven die in jezelf geheeld moeten worden. En daarom krijgen we ook die trials, sorrow en emotional loss. Omdat door de connectie, dus door de verbinding, of eigenlijk zelfs gewoon het, hoe moet je dat gaan zeggen, het touch-and-go moment, waarop dat twee energieën zich met elkaar in contact komen, dan is er een uitwisseling van codes van energieën. En alles die niet de juiste frequentie heeft, dat wordt weer afgestoten. En dat zijn de momenten waarop dat we dan een soort van een separatie van scheiding gaan creëren. Waarom? Omdat je dan in die alleentijd de ruimte krijgt om aan jouw eigen stukken te werken. Daarom is alleentijd ook super belangrijk en super waardevol, want het is in die alleentijd dat je niet alleen meer leert over jezelf, maar waar je ook alle stukken van voorouderlijke wonden of wat dan ook kan gaan healen, liefde kan gaan geven. Je kan in de relatie met andere mensen die niet jouw tweelingvlam zijn, kun je dingen gaan leren, kun je gaan uitzoeken van oké, als ik niet die identiteit ben, niet dat ego-stuk ben, wie ben ik dan? En dan met trial and error echt gaan leren wat dat is. Want niet elke les kan je leren met jouw tweelingvlam, net omdat het anders veel te pijnlijk kan zijn. Geloof mij, wanneer dat de diepe wonden van een tweeling naar jou gespiegeld worden, of eigenlijk vanuit de wonden jouw tweelingvlam naar jou uitreageert,
dan ga je die pain dat die andere voelt, ga jij ook heel diep voelen. Ook al is die jouw pain niet. Maar dat gaat jou zo hard raken, omdat je gewoon het verschil voelt in de twee frequenties. Tussen de frequentie van de geheelde versie van jouw twin, dus van je ook geheelde versie van jezelf, de geascendeerde versie. En waar dat die pijnen, die wonden, dus die lagere frequenties, eigenlijk er nog voor zorgen dat er een disconnectie is. Dus en daarom is het superbelangrijk om op een goede manier te kijken naar separatie, naar momenten waarop dat er geen contact is, naar momenten waarop dat er discussie is, naar momenten waarop dat er een misalignment, een misafstemming is van waarden, van wat dan ook maar is. Omdat dat altijd de groeipunten en die crossroads, dus die belangrijke momenten zijn om weer meer, om gewoon sterker te worden en om hier nog meer te mogen groeien. En weet dat de dingen die er moeten zijn, die gaan er ook zijn. En je kan het niet forceren, je kan geen dingen harder laten gaan dan wat het is. En het is nu eenmaal zo dat niet elke mens, elke ziel op hetzelfde tempo, op hetzelfde moment groeit. Want dan zou het gemakkelijk zijn. Dan zou er nooit geen disconnectie zijn. Dan zouden we altijd allemaal op hetzelfde punt staan. Maar dat is niet zo. En het is voornamelijk het verschil in frequenties die ervoor zorgt dat er discussies, dat er wrevel, dat er spanning is. Die dan eigenlijk weer voor een soort van scheiding of geen contact situatie zorgen. Wat is het dat we mogen meegeven aan de vrouwelijke energie? En let op, dat kan de vrouwelijke energie in jezelf zijn. Of de vrouwelijke energie en de connectie, dat ervan af. Maar het beste is om het altijd eerst voor jezelf te gaan interpreteren. En dan in tweede instantie voor de connectie. Wat is het dat we kunnen delen over de vrouwelijke energie? Ik hoor, er zijn veel mensen die nu al willen samen zijn met een tweelingvlam, maar die niet begrijpen wat dat de diepte van de connectie is en dus niet begrijpen wat dat het werkelijk is dat ze te doen hebben. En dat snap ik ook. Maar ja. Als je daar meer wilt over weten of begeleiding wilt bij jouw tweelingvlam connectie, dan is het beste dat je mij daarvoor een mailtje stuurt. De boodschap aan de vrouwelijke energie. I want to know everything about you, but I held myself back from asking. I'm afraid I will get in too deep. I wish I could say what I really feel. Someday I will, but right now I'm afraid to be myself. My heart is with another right now. I have to finish this karmic contract in order to be free. And please contact me. I may not respond, but knowing you care opens my heart. Dus, vertaald voor jezelf. Het is belangrijk dat je, zoals ik daarnet al gezegd heb, leert begrijpen en leert, zodanig dat je weet wat dat betekent om gewoon jezelf te zijn in elke situatie. Dat je toegewijd bent aan je eigen verdere groei en dat je, wanneer je het gevoel hebt dat je de andere, jouw tweelingvlam of een andere partner of wat dan ook, een bericht wil sturen, dat je dat doet, maar enkel maar vanuit onvoorwaardelijke liefde en dus vanuit onvoorwaardelijkheid, wat dat wil zeggen van als hij of zij niet reageert en niet terugstuurt, dat het voor jou geen verschil maakt. Ik zie hier ook 6996. Doe mij denken ook aan universele vlammen en vooral de blauwe en de roze rode vlam, die superbelangrijk zijn om in jouw connectie nu mee samen te werken. Om dat te gaan helpen, en zeker met Mercurius retrograde, gaat de blauwe vlam helpen om op een liefdevollere manier te gaan communiceren. Ik heb het al vaak gezegd, kun je niet communiceren vanuit liefde, hou dat gewoon in je mond, ga achteruit, neem de ruimte, ga in stilte, wat dan ook dat is, en pas wanneer je de stukken in jezelf geheeld hebt, aanvaard hebt, ga dan terug weer in communicatie. Als je het wilt interpreteren vanuit de connectie, dan is dit ook weer een heel mooi voorbeeld hoe dat de weerspiegeling ook is in de connectie. Dus 6996, als je dat omdraait, blijft het 6996. En dat de mannelijke energie eigenlijk liefst van al alles zou willen delen en zeggen wat dat hij voelt, wat dat hij denkt, waar dat hij bang voor is. Maar door de overweldigende emoties dat hij voelt, is hij gewoon super bang dat hij zichzelf er gaat verliezen. Dat hij zijn eigen identiteit, waar hij eigenlijk zelfs ook niet helemaal goed weet wat dat dan is of hoe dat dat betekent. Omdat heel dat ego-stuk aan het loskomen is, die te maken hebben met die karmische lessen dat ze aan het leren zijn.
Als dat dan ook nog eens wegvalt, dan is er totaal niks meer waarvanuit hij die veiligheid en dat comfort gaat gaan voelen. Dus vindt hij het gemakkelijker om op dit moment in deze fase gewoon zich terughoudend op te stellen, soms te doen alsof het hem eigenlijk niet heel veel scheelt of zich niet veel aantrekt of dat hij niet veel interesse heeft, maar dat hij eigenlijk wel heel diep down, heel diep van binnen toch wel die connectie voelt. Ik kan het misschien niet altijd begrijpen, maar hij begint meer en meer vertrouwen te hebben in het verbinden met zijn eigen vrouwelijke energie. Wat dan vervolgens ook mogelijk gaat zijn in de connectie. Wat zijn de boodschappen voor de mannelijke energie? Ik was net aan het denken dat ik misschien een soort van zodiac-readingen ga doen. Specifiek gekoppeld aan tweelingvlam-connecties. Als je dat leuk zou vinden, dan laat je me iets weten. Zet het onderaan de video. En dan maak ik daar werk van. Kan subiet alles lezen, vertellen, zoals dat ik net gedaan heb met de vrouwelijke energie, maar ik lees de boodschappen voor de mannelijke energie. Nou, boodschappen voor de mannelijke energie. Boodschappen voor de mannelijke, van de mannelijke energie of voor de mannelijke energie. Ja, het is voor en van. Dus ja, één. En nog één. Oké, deze. Dan hebben we. Our hearts are connected. Take a moment to close your eyes and feel the connection. En je kan dat niet zien, maar ik ben aan het lachen. Omdat ik weet dat dat iets is dat mijn mannelijke tweelingblam heel vaak doet. I feel abandoned. I often feel like others let me down. I watch you on social media and the internet. It's my way of staying close and finding out more about you. And I'm triggered. An old pattern has surfaced and it hurts. Dus zoals ik daarnet ook al gezegd heb, de mannelijke energie zit in deze connectie of voor deze boodschap, als je voelt dat er meer resoneert, op zo'n punt dat hij meer en meer ook begint te vertrouwen op de connectie, op de gevoelens dat hij voelt. Maar hij voelt zich daar nog heel wat babyachtig in. Om het op zo'n manier te zeggen. Niettegenstaande dat hij vaak regelmatig dus zijn ogen dicht doet en hij visualiseert dat hij bij hem bent. Of dat hij jou knuffel geeft of jou een zoen geeft of wat dan ook. Tegelijkertijd gaat dit ook heel veel stukken in hem gaan triggeren. Waarom? Omdat ervaringen in het vorige relaties ervoor gezorgd hebben dat ze eigenlijk al die intuïtie en die emoties dat ze ervaren niet meer vertrouwen. Dus hebben ze vanuit aangeleerde patronen en vanuit wonden waarin dat ze zich in de steek laten voelen, niet alleen in relaties, maar ook in werksituaties, door hun ouders, door de maatschappij, zelfs in ruimere zin, dat ze zich eigenlijk meer en meer hebben volledig afgesloten. En dat is een stuk waarin je ook heel veel ziet dat de Divine Masculine dan in die macho-energie zitten en dat echt vanuit dat ego-stuk gaan reageren en emoties zijn. Zijn kwatsch en zijn bullshit en zijn maak je kwetsbaar en maak je wat dan ook allemaal waar dat er ook gezegd wordt. Maar stiekem proberen ze toch wel jou in hun leven te houden, omdat op een manier, ze kunnen niet goed uitleggen wat, maar op een manier laten jouw aanwezigheid, jouw energie hen wel beter voelen en een stukje hoop geven. Maar, zoals je ziet van 1, 9, 1 en 10, dus het einde en het nieuwe begin zit er hier wel wat in, maar ze moeten dus nog door heel veel heel stukken werken. En wat is hetgeen dat ze het grootste moeten werken? Dat is eigenlijk hun eigen vrouwelijke energie. En hoe meer, ik had het daarnet ook al gezegd, hoe meer dat ze, of was dat een andere reading, dat weet ik al niet meer, maar dus hoe meer dat ze aan hun eigen vrouwelijke energie werken en dus comfortabel voelen in die emoties, en in het volgen van hun intuïtie, hoe meer en hoe makkelijker dat de communicatie en hoe makkelijker dat ze de brug kunnen maken naar de vrouwelijke energie en de connectie. Dus kijk ook voor jezelf hoe dat het zit met je mannelijke en je vrouwelijke energie. Hield daar de nodige stukken. ik heb bijvoorbeeld ook afgelopen weken nog diepere stukken geheeld in mijn eigen mannelijke energie. En dus ook in de mannelijke energie van mijn tweelingvlam. En dus in mijn connectie.
maar dus ook een invloed en op invloed, of hoe zeg je dat? In onze voorouderlijke lijnen, waarin dat mannelijke energie ook met heel veel wonden zat. En dat is waar dat ook gaat. We zijn ook onderdelen van dat grotere geheel van die eenheid. En daarom maken we ook een belangrijk stuk, een belangrijk onderdeel uit van die evolutie. En dus, wat hebben we nog? We kanten samenwerken met aartsengel Sandalfon en aartsengel Raziel. En de kernwoorden zijn evolutie, geloof en intentie. Dit zijn de kleuren waarmee dat je kan, dus van de vlammen waarmee dat je kan samenwerken, als je voelt dat dit jouw reading is. Moet ik nog iets meer zeggen? Nee, dat is het voor nu. Dus laat iets weten als je het leuk zou vinden om zodiac readings te krijgen voor de komende 3 maanden. Specifiek gericht voor tweelingvlammen natuurlijk. Mocht je ergens tegenaan lopen in je eigen tweelingvlammenconnectie of in een soulmate relatie, dus een hoogvibrerende soulmate relatie, of je hebt daar vragen rond, stuur mij een mailtje. Dan kijken we of dat een reading voor jou aangewezen is, of een channeling, of iets anders. Voilà, vergeet ook niet dat de korting van 33% nog tot eind dit jaar aanwezig is. Dus dat is niet meer zo lang. Daarna gaan we eventjes weer geen kortingen meer doen. En dan zie ik jou in een volgende video. Dag!